Waar de laatste tien jaar veel veranderd is, dat is op de universiteit. De organisatie van de universiteit is veranderd en het onderwijs is veranderd en de studenten zijn veranderd. Over die studenten wordt veel geklaagd. Een klacht die veel gehoord wordt, is dat de studenten veel dommer zijn dan vroeger. Omdat tegenwoordig iedereen maar gaat studeren en de toelatingseisen voor de universiteit steeds lager worden. Nou is het waar dat er veel meer studenten zijn dan tien, twintig jaar geleden. En de toelatingseisen zijn zonder twijfel verlaagd. Als je vroeger aan de faculteit de letteren wou studeren, dan moest je in staat zijn om zonder woordenboek een Latijnse, een Griekse, een Franse, een Duitse en een Engelse tekst die je nog nooit eerder gezien had in fatsoenlijk Nederlands te vertalen. Dat hoeft nu niet meer. En dat is natuurlijk een verarming. Vooral omdat de creatieve expressie, de maatschappijkunde en dat soort vakken heel weinig om de hakken lijken te hebben. Maar dat de studenten dommer zijn dan vroeger, dat is niet zo, geloof ik. Wat je wel merkt, is het verdwenen zijn van een verschijnsel dat je culturele pretentie zou kunnen noemen. Ik zal u uitleggen wat ik met dat woord bedoel. Als een universitaire docent vroeger op college zei: Byron of Goethe of Marx. dan trok iedereen een gezicht van: ja, natuurlijk, hoe was het ook weer? Uh, Byron, hè? George Gordon, Lord Byron, Engelse dichter 1788 1824, auteur van Don Juan, Charles Harold. Manke Poot had hij, groot vrouwenjager, een tijdje in Venetië gewoond, erg rijk, hield van zwemmen, paardrijden, gestorven in Griekenland. Had de Grieken geholpen in de oorlog tegen de Turken. Dat wisten de studenten van 20 jaar geleden natuurlijk niet allemaal. Maar ze wisten wel dat ze het behoorden te weten, dat ze geacht werden dat te weten. En als ze het niet wisten, dan zochten ze het thuis stiekem op of ze vroegen het aan hun moeder. Want ook in het gezelschap van hun medestudenten was het een beetje beschamend om openlijk te moeten bekennen dat je nooit van Byron had gehoord. Tegenwoordig is dat anders. De machtige, ongeschreven wet dat iemand die aan een universiteit letteren studeert, behoort te weten wie Byron is, die wet bestaat niet meer. Die wet is door de universitaire revolutie weggevaagd. Als ik nu op college de naam Byron noem dan trekken de studenten een gezicht van, over wie heeft hij het nu weer? Dat is, als je wilt, een verarming van onze cultuur. Er zijn geen dingen meer die iedereen verondersteld wordt te weten. Maar dat wil niet zeggen dat de studenten onwetender zijn dan vroeger. Ze weten alleen maar verschillende dingen. En dat is weer voor het onderwijs een beetje lastig. Er zijn geen boeken meer die ze allemaal gelezen hebben. Geen dingen meer die ze allemaal weten. Vroeger kon je bij het onderwijsgeven aanknopen bij wat iedere student wist: de eet in de kaatsbaan, Bonifatius de dokken vermoord, Philips II die tegen Willem van Oranje zei: Niet de Staten, maar gij, 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 Vondel die in kousen handelde, de toespraak tot de hoofden van Le Bak, de emster de Pesje, de tocht naar Chatham, de brand van Moskou, of de versregel de bomen dorren in het seizoen. Dat kan allemaal niet meer. Als ik op college uitroep, niet de staten, maar gij, 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 dan kijken de studenten me glazig aan. Ze weten niet waar ik het over heb. Ik geloof dat zoiets referentiekader heet. Er is geen gemeenschappelijk referentiekader meer. Daar komt dan nog bij dat de studenten over het algemeen weinig kranten lezen en weinig naar de televisie kijken. En dan is het enige referentiekader tussen een docent en een student dat overblijft. Dat is dan de Koninklijke Familie, Lucky Luke, Asterix en Kuifje. In die vier onderwerpen is iedereen thuis. En dat is eigenlijk zo, die dingen kun je net zo goed als referentiekade gebruiken dan het Geuzevendel Vendel op de thuismars of niet de Staten maar Gij, Gij, Gij.